Als je over een off day moet spreken, dan was dit hem wel. Ja, we hebben dik en dik verdiend verloren. We zijn de winterstop uitgekomen tegen twee Groesbeekse clubs. Zes punten gehaald tegen Gilles en de Treffers. En dat hebben we heel goed gedaan. En van alles wat we de afgelopen twee wedstrijden heel goed gedaan hebben, hebben we vandaag niet goed gedaan. Wij hebben dik en dik verdiend verloren. Een van onze betere spelers, Nathan Bijl. We hebben natuurlijk nog de laatste 30 minuten met 10 man gespeeld. Die heeft zijn knieschijf dwars door midden. Maar los daarvan heeft Hardenberg dik en dik verdiend gewonnen. Gefeliciteerd. En meer heb ik er niet over te zeggen. Even over Nathan nog, want dat vind ik wel belangrijk. Hij moest zo net afgevoerd worden met een ambulance. Hoe gaat het met hem en hoe voelt hij zich? Ja, ik denk dat hij geopereerd moet worden. Zijn knieschijf is helemaal, die zat bijna in zijn bovenbeen. Dat ziet er heel slecht uit. We hadden net 3 keer gewisseld. Dat is nog erger dan verliezen. Maar we hebben verdiend verloren en hopen dat met Nathan meevalt. Hier kan ik niet van maken. Oké, Anton.